De economische malaise in Suriname gaat maar door. Inflatie stijgt, koersen stijgen, prijzen in de winkel stijgen, mensen kunnen bijna niet meer rondkomen. En we hebben daarom de voorzitter van de VES, de Vereniging van Economisten in Suriname, uitgenodigd om ons toch meer inzicht te geven wat de verschillende verbanden zijn. Of inflatie nou verband houdt met die koersstijging en waarom prijzen ineens gaan stijgen tegen deze tijd van het jaar. Welkom meneer Dibi Pashat. Ja, en dat u ons te woord wil staan. En de eerste vraag, inflatie, het blijft maar voortgorden. Waarom hebben we dit te danken? Ja, dus het duurder worden van prijzen, met name van basisvoedsel, hebben we vooral nu te danken, tussen aanhalingstekens, aan die oorlog in Oekraïne. En dit is al maanden aan de gang. En het ergste van alles is dat we niet eens een zicht hebben wanneer het duurder worden van voedsel eindelijk tot het verleden zal behoren. Voor de rest van dit jaar mogen we hetzelfde patroon verwachten. En misschien zelf nog doorlopen naar volgend jaar. Het ergste, als je de situatie van nu vergelijkt met het verleden, is dat het met name gaat om het basisvoedsel. Het gaat om brood, het gaat om kookolie en het gaat om de dingen die we echt dagelijks gebruiken. In Suriname, maar ook buiten Suriname. Ja, en de koersen, we hebben die van 10 uur gepakt die de centrale bank post. We hebben gezien dat de dollar al meer dan 22 punten is en voor de euro al meer dan 23 punten. Ja. En de oorzaken, waaraan ligt dat? Dat het nu plotseling gaat stijgen? In ons land, er zijn twee oorzaken, buiten Suriname, binnen Suriname. In ons land is het inderdaad ook een mechanisme van vraag en aanbod. De vraag in de afgelopen weken is een beetje toegenomen. We zijn op het moment van het jaar dat personen graag willen reizen, vakantie breekt aan. Vakantie is al aangebroken in delen van de wereld, waar Surinamers graag naartoe gaan. Om te reizen heb je vaak al een bepaalde zekerheid, maar mensen gaan ook naar cambio's om wat extra reisdeviezen voor de zekerheid te hebben. Dus dat betekent dat de vraag een beetje is toegenomen. Er wordt veelal bij cambio's gewisseld, het hoeft op zich niet, want je zou in een normaal systeem ook bij de banken terecht moeten. Maar we zien wel aan het straatbeeld dat het al een paar dagen drukker wordt bij cambio's, dus mensen hebben weer een vrij grote vraag naar met name Amerikaanse dollars, maar zeker ook de euro. Dus de handel maakt daar gebruik van. En voor de burger zie je dus die beweging omhoog van de wisselkoers. Dit is voorlopig een kleine opwaartse beweging, dus niet zo'n grote verandering van die wisselkoers, dat je kan praten van een devaluatie. Vergeet niet dat we in Suriname een vrije wisselkoerssysteem hebben, dus er zijn wel bewegingen omhoog. En omlaag mogelijk. Toegegeven, die beweging omlaag zien we bijna nooit. Precies. Maar dus personen, ik merk wel dat er een beetje paniek ontstaat. Mensen zijn bang dat die wisselkoersstijging dat die verder omhoog zal gaan. Maar voorlopig komt het echt door een kleine toename in de vraag als gevolg van vakantie en andere aankopen die mensen doen. Ja, maar aan de andere kant zullen er ook mensen komen naar Suriname. Want straks krijgen we ook die grote groep Nederlanders naar Suriname. En die brengen veelal ook veel euro's met zich mee. Ja, dus dat is zo gelukkig de gunstige verhouding. Straks is het inderdaad vakantie hier met de verandering. Ik zal niet zeggen afschaffen, met de verandering en het visumbeleid sinds de eerste van deze maand. Moeten we verwachten dat we niet alleen maar Europeanen krijgen, maar dat we dus toch veel meer burgers van de wereld kunnen verwachten. Dat geeft een positief ding, zowel voor toerisme, de hotels, horeca, restaurants bedoel ik daarmee ook. Maar ook het geld dat de toeristen meenemen, dollars, euro's. Dus dat mogelijk iets later dit jaar, dat die koers die nu aan het stijgen is, weer gestabiliseerd wordt. Ja, ja. Maar we zien ook, we praten eenmaal over reizen, met het wegvallen van de SLM op bepaalde routes die ze hebben geschrapt en vluchten die ze met name op de transatlantische vluchten hebben geschrapt, dat we zien dat er daar weer een marktwerking plaatsvindt. De andere spelers op die markt, die verhogen hun prijzen weer. Ja, precies. Dus ook daar heb je dat stukje van vraag en aanbod met als gevolg een prijs. Als je dus de enige operator wordt, en dat zijn nu die buitenlandse carriers,
heb je dus geen concurrentie meer met de SLM en dan kan je de prijzen veranderen. Vergeet niet dat vliegtuigen, net zoals onze auto's, ook gebruik maken van brandstof. En brandstof wordt steeds duurder, met name als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dus dat speelt een rol. Gelukkig dat burgers nu een alternatief hebben. Als de national carrier niet vliegt, om op verschillende bestemmingen een andere, misschien meer betrouwbare, het klinkt een beetje pijnlijk, luchtvaartmaatschappij te boeken. Maar we zijn dus inderdaad op het moment na 2 jaar COVID, waarbij mensen niet mochten reizen. Vergeet ook niet dat we als Surinamer voor zoveel landen visum nodig hebben. En bij een visumaanvraag moet je dus toch eerst je ticket overleggen. Dus mensen boeken, ook al loop je het risico dat je vlucht op het moment dat je wil gaan vliegen, dat die niet dat die gecanceld is of iets dergelijks. Dus dat speelt nu, deze periode van het jaar. We leven in een uitdagende situatie, dat zegt de tijd, zegt de VES al een tijdje. Die uitdagingen gaan niet weg. Internationaal komt er veel daarbovenop. We hebben een behoorlijk deel nu, importinflatie. Basisgoederen worden schaars. De markten die produceren kunnen de wereld niet meer voorzien. Het gevolg is dat de overblijvende markt een hogere prijs heeft omdat het aanbod eigenlijk hetzelfde is gebleven. En we merken dat producten duurder worden. Hopelijk, gelukkig dat ze hier nog niet schaars worden. Het is tijd dat we als land ernaar kijken hoe we veel van wat we importeren aan voedsel kunnen vervangen met de producten die we zelf verbouwen. Ja, de VES was ook geweest, daar gaat zijn mensen naar. Jullie hebben ook geadviseerd in de laatste bulletin dat Suriname ook een kijkje gaat nemen in Guyana. Laatst laat ik een artikel van landen die toch wel veel produceren voor eigen gebruik. En Suriname komt echt niet voor in die lijst, die top 10 tenminste. Ja, maar gelukkig dat we er kunnen komen. Alles begint met beleid. Met name als je import wil vervangen, gaat dat niet in een half jaar en waarschijnlijk ook niet in een jaar lukken. Het is toch wel een belangrijk gegeven om je voedselimporten te verminderen, maar vooral om je voedselbehoeften te garanderen als land. Eigenlijk is het gek dat dit zo is gebeurd, omdat we weten als Surinamer dat we een ontzettend vruchtbare grond hebben. Veel daarvan wordt nog niet eens gebruikt voor duurzame ontwikkelingsdoeleinden, maar eerder om personen te verrijken, wat een beetje jammer is. Ik verwijs daarbij naar een recente brief van de VES, om de grond voor Suriname in Suriname te gebruiken voor ontwikkeling en niet voor persoonsverrijking. We hoeven dus geen voedsel te importeren. En op het moment dat je dat uiteindelijk bent gaan doen, laten we liever dat terugdraaien. Laten we eten wat we produceren, want we weten dan ook wat we consumeren. Nu weet je niet datgene wat je zo mooi uit supermarkten haalt, uit welk deel van de wereld het komt, waarmee het bespoten is of wat er echt in zit. Maar je moet een beleid ontwikkelen als land om die import van voedsel te verminderen, om je lokale productie te vergroten, om meer werkgelegenheid te bieden en uiteindelijk meer innovatief te zijn concurrerend. We kunnen dit doen als land. Guyana heeft het al in een duidelijk beleid uitgezet om tegen 2025 een kwart van hun import minder te hebben, voedselimport minder te hebben. Wij kunnen dat zeker ook doen als land en misschien zelf beter dan Guyana, maar laten we nu die stappen zetten om dat goed ding te doen. Ja, en nu vanwege het aanleveren van die local content, met name voedselbedrijven leveren veel producten aan de bedrijven die bezig zijn daar met olie-exploratie op zee. Heeft dat invloed op de lokale aanwezigheid van producten en het duurder worden of het schaarser worden van producten? In het begin is het inderdaad, dus omdat er een grotere vraag ontstaat naar een bestaande productie, kan het inderdaad een marginale prijseffect hebben waarbij prijzen van gewassen iets duurder kunnen worden. Maar die prijsstijging waar mensen thuis mogelijk al in gedachten hebben, die we nu zien, hebben veel te maken met ontzettende regenval van de afgelopen maanden en plotseling 2,5 week van droogte. Dus dat heeft wel een directe effect op de prijzen. Voorlopig is het niet zo dat de bedrijven die hier opereren in olie en gas, dat die de vraag dusdanig hebben vergroot dat dat een prijseffect heeft.
gelukkig, het zijn ontzettend positieve ontwikkelingen. Ja. Vandaag lees ik in de krant dat New Mountain een oproep heeft voor leveranciers van voedsel. Dus de vraag van mijnbouwmaatschappijen, maar ook die in olie en gas. Vandaar voedsel zal alleen maar groeien, wat ontzettend positief zal werken voor ons land. En voor productie, maar ook zeker voor de werknemers. Ja, maar we zien die productie maar niet echt toenemen. Het begint natuurlijk met in kaart brengen. We zijn niet zo sterk als land om dingen in kaart te brengen. Wil je goed beleid hebben, wil je ook orde brengen op zaken in je economie, maar ook breder op zaken, zal je toch wel een inventarisatie moeten doen. Die inventarisatie is des te meer noodzakelijk, een gap-analyse wordt dat genoemd, omdat we bedrijven van Suriname willen laten meegroeien met de potentie in de olie- en gassector. Er valt veel te verdienen voor met name elk jaar dat er zal komen. Als je weet waar bedrijven die ondersteuning nodig hebben, kan je maken dat ze allemaal meer succesvol worden, meer arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Maar dat kan je het best doen als je een meeting doet, als je een nul meeting doet. En om terugkomen op de prijsstijgingen in de winkel. Laten we kijken naar de kant van de consumenten. Wie moet de consument beschermen? Want als de president zegt van de VIA heeft gesproken met de VAP en die zou dingen tegengaan. En we hebben een eigen ministerie van Economische Zaken. Mensen klagen dat ze eigenlijk aan hun lot worden overgelaten. Je weet niet meer wat is. Ja, precies. Dus het economisch beleid, net zoals elk beleid van het land, is beter niet overgelaten aan een politieke partij. Maar verdient een nationale visie en dus daardoor ook beleid. Veel begint met het identificeren en vervolgens beleidsmaatregelen, omdat het een tijdje duurt voordat sommige maatregelen positief voelbaar zijn. Als het gaat om het gros van prijzen, de basisgoederen, strategische goederen, maar ook de luxe, zijn er verschillende personen die makkelijker daarin uitkomen omdat ze veel beter verdienen. En die groepen die ondersteuning nodig hebben. Ik wijs met name op die groepen, omdat armoede aan het stijgen is in het land. Dat is helemaal geen geheim. Je wil zoveel mogelijk armoede bestrijden in je land. Er zijn voldoende tekenen die we zien in ons land, zowel in de hoofdstad als buiten de hoofdstad, dat er meer en meer gezinnen komen die veel moeite hebben om rond te komen, die veel moeite hebben om gegarandeerd eten op tafel te hebben, met name voor kinderen. Dat mogen we nooit laten gebeuren in Suriname. Wat er nu gebeurt is al erg genoeg. Laten we een heel goed armoedebestrijdingsbeleid uitzetten. En dat hangt ook samen met het ondersteuningsbeleid. Of je dat nu subsidiebeleid noemt, maar het ondersteuningsbeleid. Want die groepen moet je ondersteunen. Je hoeft niet de mensen, de middenstanders en zeker geen elite te ondersteunen, want die komen met gemak uit. Het is eigenlijk een compleet verhaal, hè, van consumptie, waarin je ook voeding hebt, import. Alles past wel in een strategie die ons land moet gaan bedenken, moet gaan uitschrijven, moet gaan uitvoeren. Willen we groeien, willen we duurzame groei hebben als land om succesvol te zijn op deze wereld. Ja, en het IMF, een van de zaken die het IMF voorstelt, dat met name de subsidies worden afgebouwd en de regering heeft aangeven dat ze met steun van het IMF ook het sociaal vangnet zouden opzetten. Maar we zien dat niet echt het uiting komen, het afbouwen van de subsidies wel. Ja, dus dat, ik weet niet zeker of ik het moet plaatsen onder die noemer gebrek aan uitvoeringscapaciteit of zwakte in de uitvoering. Maar wat het ook is, die overheid moet het oppakken, omdat het laatste wat je wil hebben is dat de groep die en dat woord armoede is een echt ruim woord, vandaar dat ik liever gebruik. Het niet kunnen eten, dat je dagelijks eten vooral voor je kinderen in gevaar komt. We willen dat als land niet hebben. We zijn echt niet zo slecht in de wereld dat deze situatie er is en deze situatie ernstig wordt. Deze groepen en het IMF kan daarin helpen, maar het moet een nationaal beleid zijn om deze gezinnen te identificeren en langdurig te helpen. En eigenlijk een weg uit dit probleem te geven. Op het moment, dat kan hand in hand, waarbij je toch subsidies afbouwt. Omdat een groot gedeelte van dat woord subsidie is die wat te maken heeft met stroom,
stroomgebruik, waarin er heel veel calculaties, heel veel ruis gaat zitten, wat ontzettend ongunstig is en alleen maar leidt tot gortigheid. Al dat geld kan liever gebruikt worden om de Mofinawang te helpen en de Mofinawang duurzaam te helpen, zodat alleenstaande moeders, moeders met grote gezinnen, uiteindelijk voor zichzelf kunnen zorgen en die landjesteun niet meer nodig hebben. Dus beide dingen kan je samen, het tweede houdt verband met een advies van het IMF, omdat het IMF een strategie heeft waarbij je dus naar duurzame oplossingen werkt. Eentje ervan is waarbij je subsidie op, eigenlijk de compensatie op de stroomprijs weglaat en vertaalt. En eentje waarbij je de mensen die echt niet uitkomen helpt, omdat ze niet alleen maar met stroom niet zullen uitkomen, maar met heel veel andere uitdagingen hebben. Dus als je de groepen laat betalen, als je de groepen die een hogere stroomrekening laat betalen, die dat met gemak kunnen betalen, en dat zijn grote delen van het land, hou je voldoende geld over om de, waar de armoede er echt is, om die aan te pakken, duurzaam aan te pakken, zodat die groep minder wordt. Ja, maar we zien dat je hoort steeds berichten van corruptie, waardoor dat die uitvoeringscapaciteit maar ja, in de weg staat. Ja, we hebben heel veel verwevenheden in het land, wat ongure praktijken met zich meebrengt. Sommige mensen praten over corruptie, anderen over fraude. Ik weet het niet exact, maar het moet onderzocht worden. We hebben een volwaardig rechtssysteem in Suriname. Belangrijk is dat al dat spinnenweb, wat maakt dat prijzen van de meest basisdingen, ik bedoel dan, laat ik specifieker zijn, van stroom, dat gestructureerd wordt, maar ook van grond en nog meer dingen. Gestructureerd worden en binnen handbereik komen van die mensen die dat nodig hebben. Het begint wel bij de keuze om te gaan veranderen. Ik merk dat die overheid het wel in papier heeft, op papier heeft en plannen heeft. Maar als het uitgevoerd moet worden, wordt het steeds doorgeschoven. En dat brengt ook verontwaardiging in de samenleving van wil die overheid wel echt verandering brengen in Suriname? Wil die overheid wel echt de crisis stoppen? Hoe meent men het echt met de armen in Suriname? Wil men echt het armoedevraagstuk aanpakken? U gaf eerder aan dat armoede een ruim vraagstuk is. En ja, vaak heb ik interviews gedaan en heb deskundigen gezegd van eigenlijk die middenklasse is die motor van je economie. Mm. En met het heel beleid, met alles wat er gebeurt, zien we dat die middenklasse helemaal wegvalt? Of je bent arm of je bent rijk? Dus dat zijn twee dingen. Eigenlijk de ruggengraat van de economie zijn middenstands- en kleine bedrijven. Maar uiteraard, middenstandsbedrijven worden meestal ook gedragen hoor, door de middenklasse. Dus er zit inderdaad iets in. Zowel als het gaat om het ondersteunen en het laten groeien en bloeien van de middenstands- en de kleine bedrijven, kan de overheid een veel betere job doen. Het gaat wel komen hoor, want dit zijn bedrijven die kunnen meegroeien met de vraag die ontstaat door bedrijven die naar aardolie of in de goud zitten. Dus dat kan komen, maar het is beter als die overheid een duidelijk beleid daarin heeft. Guyana heeft een local content beleid daarin. Wij kunnen dat op een heel specifieke manier anders doen, beter doen. Maar uiteraard, als het gaat om, dus dat is dat stukje van bedrijven die je wil laten groeien en bloeien, want dat zijn de verdienmotoren van de economie die je sterker maken als land. Het is niet goed om te veel afhankelijk te zijn van bedrijven die alleen met goud en met delfstoffen bezig zijn. Dat zijn met name multinationals die je land kunnen verlaten, hebben we gezien met bauxiet. En dan is het, heb je grote problemen. Ja. Dus maak je eigen bedrijven sterker. Dan zorg je ervoor dat degenen die in die bedrijven werken of die eigenaren zijn van de bedrijven ook meer zekerheid hebben. Er zijn veel discussies in Suriname dat de crisis waar we in leven, die bij lange na nog niet ten einde is, armoede, vraagstuk wat echt alarmerend begint te worden, ervoor zorgt dat die middenstandsgroep kleiner wordt. En dat de groep die in armoede is alleen maar groter en in bepaalde mate ernstiger wordt. Is wel iets om naar te kijken als land, we moeten dit oplossen. Het laatste wat je wil hebben is dat de grondstof een vloek voor je wordt. Een grondstof wordt pas een vloek voor je als een deel van je samenleving, en het is dan een erg klein deel van je samenleving, alle
baten daaruit heeft en alleen maar rijker wordt. En dat het gros van je samenleving geen niet erbij kan komen en daardoor arm blijft. Die tweedeling is erg ongezond en het zal zorgen, het zal leiden tot een samenleving waarin leven erg moeilijk wordt gemaakt. Dus wat u zegt, het gaat niet erom dat we het geld gaan krijgen, maar hoe we het gaan verdelen wanneer we het hebben. En ook dat we het verdienen, dat we de effort erin doen als samenleving om het zelf te verdienen. Het is een effort waarin de overheid eigenlijk alleen de randvoorwaarden moet bepalen, maar liever pas opzij kan maken. Als Surinamers merken we dat we erg ondernemend zijn. We kunnen ons vergelijken met andere landen in de regio, maar als we eerlijk zijn moeten toegeven dat we behoorlijk ondernemend zijn. Er zijn situaties in het land, waardoor, ook uit het verleden, die maken dat we steeds gepest worden en verarmen. Maar je merkt dat Suriname weerbaar is, behoorlijk veerkrachtig is. Dus we kunnen goed verdienen met eigen inzet, eigen innovatie. In olie en gas, de overheid kan daarvoor randvoorwaarden maken. Maar nu is het moment om een beleid te maken om te voorkomen dat de mensen die direct toegang hebben tot wat nodig is voor de olie- en gasleveringen, dat die alsmaar rijker worden en dat wij het niet weten. Dat beleid kan ervoor zorgen dat iedereen weet wat er nodig is, iedereen weet waar hij aan moet voldoen om te kunnen leveren, dat je mensen in dienst kan nemen, kan trainen, zodat we allemaal een goed product kunnen leveren, kunnen zetten daar. Dat zal toe leiden dat er meer geproduceerd wordt, meer banen komen en dan kom ik bij dat stukje wat iedereen hoopt. Namelijk dat we meer gaan verdienen als burgers, als loontrekkers en ook als bedrijven. Het gaat niet in één keer gebeuren. Het is goed als er een nationale strategie hiervoor is. Maar het is ook iets waar bedrijven en maatschappelijke groepen aan kunnen werken. Want die hebben in de wereld toch bewezen een langere horizon te hebben, een langere visie te hebben dan de partijpolitiek. Ja, en weten, als we even teruggaan naar de koers, verschillende koersen die we hebben. We weten dat de VES altijd heeft gevraagd, dat erop heeft aangedrongen, dat er één koers is. Dus geen douanekoers, geen deze koers, geen dat koers. En nu is er een unificatie van de koersen, maar toch zie je toch verschillende koersen. Ja. Legt u dat stukje een beetje uit? Ja, dus de verschillende koersen die er waren, die zijn langzaam aangeunificeerd de afgelopen 2 jaar, stukjes bij beetjes. En het begon hier weer te veranderen toen de douanekoers een paar weken geleden werd aangepast. Er is niet veel duidelijkheid gegeven door de overheid. De douane is via het ministerie van Financiën van de overheid. Dus op het moment dat de overheid zegt ik ga de douanekoers veranderen, je gaat meer SRD's moeten betalen voor het importeren van goed voor de dollar. En dus bij het afrekenen van geïmporteerde goederen. Dan komt het voor mensen over of schoon dat niet zo is, dat er een devaluatie is geweest. Nee. Dus het was goed dat die communicatie er blijft, zodat als er stappen door de overheid zijn, dat de overheid ook verklaart van dit is om deze en deze reden nuttig en er is verder niets alarmerends aan de hand. Hoe langer dat uitblijft, hoe meer mensen het voor zichzelf gaan invullen, wat soms een ongunstige invulling betekent, met als gevolg dat andere mensen het slachtoffer worden van die jugu-jugu die er ontstaat. Ja. En waar het eerder over basisgoederen. Een heleboel basisgoederen zijn vrijgesteld van importheffingen, toch? Mm-hmm. Dus die zijn niet onderhevig aan die schommelingen. Ja. Aan die schommeling, die verhoging van die koers door de douane. En waarom komt het? Hoe komt het dat goederen toch steeds klimmen? Ik weet niet of u weer gaat zeggen dat het door die oorlog in Oekraïne komt, maar niet alles komt uit Europa. Ja. En u hebt helemaal gelijk, met name vorig jaar was er geen oorlog in Oekraïne, voor zover ik weet. We hebben een studie recent gezien waarbij heel veel landen uit de regio, maar ook andere landen, vergeleken werden. En toen zag je dat prijzen in Suriname in het afgelopen jaar harder zijn gestegen dan op veel andere plaatsen in de wereld. Toen, inderdaad, vorig jaar hebben we ook een situatie nog gehad dat die wisselkoers is aangepast. Dus dat kan een reden zijn. Elke keer als de wisselkoers verandert, heb je direct gevolg op het voedsel dat we importeren, maar gek genoeg ook het voedsel wat we zelf produceren. Om het voor lokale productie gebruiken toch weer, om een beetje import wat van buiten komt. En die tweede is van elke keer als de pompprijs wordt aangepast, heb je een directe verandering in elk andere prijs via transport. Dus
De pompprijzen zijn erg belangrijke reden waarom prijzen lopen. Maar het is die dieselprijs die veel transporteurs gebruiken, die fluctueert niet zo als die andere. En dus daar zou je toch niet zo'n een fluctuatie in die prijs moeten hebben, die winkelprijs. Ja. Dit jaar is, ofschoon er een tijdje is geweest dat de koers stabiel was, is die prijsverandering die mensen merken, met name deze keer, van hetgeen wat het meest als basis wordt geïdentificeerd voor iedereen, waarvan u terecht zegt van dit komt invoerrechtenvrij, dus die douanekoers speelt daar geen rol. De prijs van heel veel van deze dingen, hetgeen we afleiden uit graan, dus dat is meel, brood en nog meer, kookolie, maar ook alles wat je nodig hebt, wat komt uit Oost-Europa, zie je dat die oorlog daar een directe effect op heeft. Omdat het ervoor zorgt dat de producerende markt plotseling niet meer kan leveren voor de wereld. Er blijft dan een andere markt over met een groter, met eigenlijk een vraag voor deze producten, waardoor de prijs ervan wel stijgt. Veel landen hebben een substituut daarvoor. Suriname heeft ook een heel goed substituut voor graan, namelijk onze eigen cassavemeel. Ik weet wel dat die overheid bezig is, de private sector, met een beleid om volledig geïmporteerd meel te vervangen met wat we lokaal produceren. Er is een enige tijd daarvoor nodig om dat helemaal te doen. En voor vele andere dingen hebben we een importvervanging. Maar dat gaat je inderdaad weerbaar maken en dat gaat consumenten ook beschermen. Gisteren zag ik trouwens nog dat een flesje zonnebloemolie naar in de orde van 86 SRD's gaan, dus schrikbarend gewoon. Er zijn op dit moment niet zoveel lokale alternatieven hiervoor. Maar eigenlijk is het jammer, want we zijn zo'n ontzettend vruchtbaar land, dus we moeten daar naartoe werken. Met name als het gaat om deze basisgoederen is helaas de oorzaak van die prijsstijging toch wel buiten ons land, met als groot probleem dat we niet weten wanneer het gaat stoppen. Het enige wat we jammer genoeg weten is dat die prijsverandering gaat blijven aanhouden, waarbij je zelf een situatie van schaarste zou kunnen krijgen. Okay. En ik weet dat de overheid een commissie had ingesteld of zou instellen om de gevolgen vanwege die oorlog in Europa en Oekraïne eigenlijk in kaart te brengen en de effecten op Suriname. Weet u wat meer van die commissie? Ja, de VES zegt al jaren van als je iets niet wil oplossen, moet je een commissie benoemen. Maar oké, dat is even een grapje. Het is dus, dit is pijnlijk omdat dit niet een situatie is wat op je af gaat komen. Het is een situatie waarin je al leeft en je moet dagelijks aan damage control doen. Dus nu heb je juist van zo'n situatie geen commissie nodig. Misschien wel als het gaat om importvervanging, want daarvoor heb je duidelijk beleid en alle andere zaken moeten in place zijn. Maar met name hoe je de consument beschermt, of je de consument gaat beschermen via het ministerie van Sociale Zaken, of dat gaat met foodcoupons, foodvouchers of iets dergelijks. Daarvoor heb je een ministerteam, daarvoor heb je een bestaande overheid die invulling moet geven, omdat elke maand eentje te lang duurt voor mensen die al moeilijk uitkomen. Het geklaag in de samenleving is hoorbaar. We moeten dat gaan aanpakken als land. We kunnen het niet maken met zo'n gezegend land dat we zulke grote groepen mensen in stad en district laten verarmen, terwijl we de oplossingsmodellen in het land hebben. Dus maar die worden niet genoeg uitgeput. Ja, met name dit laatste is niet iets voor een commissie. Dit laatste moet opgepakt worden door de bestaande ministeries. Hiervoor zijn ze ook in het leven geroepen. En dan heb ik het helemaal niet over rigide controle of dat soort dingen. Want er zijn genoeg mensen die hogere prijzen kunnen betalen. Maar ik heb het met name over de groep die niet uitkomt. Waar moet men precies terecht om die ondersteuning te krijgen? Ja, want ik weet nu dat de regering bezig is om mensen met name minder draagkrachtige in beeld te brengen en hun maandelijks een subsidiebedrag te geven. Ja. Maar ik weet niet of dat echt loopt. Het laatste wat je wil hebben, eigenlijk is het teken dat het niet goed loopt. Zolang je beleid zal hebben van pakketten en toegegeven, als er nooit het hoogste is, is dat de uitkomst, maar het is geen duurzame uitkomst. Op het moment dat personen overgeleverd zijn aan pakketten, is het eentje waarbij je ook direct overgeleverd wordt aan degene die je zo'n pakket geeft. Is het een politieke partij of is het een verkapte systeem van die overheid? Dan leidt het alleen maar tot vreemde, bijna oncontroleerbare systemen.
Eigenlijk moeten we in een goed geordende samenleving begint het allemaal met goed bestuur, waarbij het goed bestuur identificeert wat urgent is om dat direct op te lossen en wat niet zo urgent is, laten we dat even doorschuiven met 3 maanden. Ja, en in de korte de president ook praten van eigenlijk de schuld van die economische malaise, eigenlijk de koers tegen eigenlijk de schuld in de schoenen schuiven van de governor van de centrale bank, eigenlijk die onze gatekeeper zou moeten zijn en die naar woorden van de president, woorden van gelijke strekking, eigenlijk zijn job niet zo goed doet. Als daarmee bedoeld wordt dus dat de centrale bank iets zou moeten doen aan het wisselkoersvraagstuk nu, misschien niet, omdat Waasland het systeem van een vrije wisselkoers hebben waarin partijen deze bepalen. En dan heb je natuurlijk een moment dat de behoefte aan vriendenvaluta even stijgt. Uiteraard heb je in een land als Suriname altijd wel een stukje speculatie en dat kan groot zijn. Dat is wel de plaats van die overheid om dat te marginaliseren. Maar nu is niet het moment dat die centrale bank moet inkomen. Nu is het toch beter dat de overheid met betere communicatie rust brengt in die samenleving. En rust brengt bij de mensen die bang zijn dat die wisselkoers verder zal lopen en als gevolg daarvan. Dus zonder dat ze het nu nodig hebben, maar als gevolg daarvan gaan wisselen. Elke persoon die wisselt, die zijn maandinkomsten omzet in vreemde valuta, terwijl hij het op dit moment niet nodig heeft, draagt er eigenlijk toe bij dat er een grotere vraag ontstaat, met waarschijnlijk als gevolg dat de koers met een paar puntjes stijgt. Het vertaalt zich verder in wat je dagelijks nodig zal hebben. Dus goede communicatie, vertrouwen brengen terug in de samenleving is erg belangrijk. Ja, want vertrouwen is eigenlijk de sleutel, ja. Want als niemand meer vertrouwen heeft bijvoorbeeld in een bank, dan gaat die bank failliet. En dat zou ik zo kunnen we ook naar die economie kijken, onze munteenheid, alles. Ja, en dat zou ik op dit moment niet plaatsen bij de centrale bank, maar met name bij de overheid, de communicatiedienst, het ministerie van Financiën. Het is heel belangrijk dat de boodschap eigenlijk dat we een crisis hebben die voortduurt, die alleen maar wordt verergerd door situaties buiten Suriname. COVID is bij lange na nog niet voorbij. We hadden het wel gedacht. Hierbovenop komt een bijna een oorlogsdreiging waar we absoluut niets mee te maken willen hebben, maar dagelijks toch wel de prijs voor betalen. Het is dus belangrijk dat die overheid dat communiceert en met name dat men een plan van aanpak heeft. Of men daarvoor CARICOM nodig heeft, dat zou nog beter zijn. Maar laten we een nationale agenda hebben om onszelf sterker te maken tegenover rare dingen die gebeuren in de wereld. We hebben nu 2 episodes na elkaar meegemaakt. COVID hadden we niet verwacht, ook niet gekend. Een oorlogsdreiging die bijna lijkt op situaties waar je in de geschiedenisboeken over leest, hadden we ook niet verwacht. Dus des te meer de boodschap, laten we werken aan een land waarbij we meer onafhankelijk worden van de rest van de wereld. En dat kan met name met voedsel. Bedoelt je oorlogsdreiging die gaande is nu in Europa? Of, ja, in Europa, wat bijna lijkt op, ik wil dat woordje wereldoorlog niet gebruiken. Maar het is hetgeen je leest in boeken en je had niet verwacht dat het in jouw leven zich zou voordoen. Dus dat zijn 2 situaties, 2 evenementen, waarbij die overheid die boodschap heeft van laten we ons meer zelfstandig maken, onafhankelijker maken van het buitenland, omdat het alleen maar leidt tot excessen. En we hebben een gezegend land daarvoor, dus waarom niet de middelen die we hebben inzetten om ons meer zelfstandig te maken. Ja, en het moet gaan lukken uiteindelijk. Ja, omdat, maar het gaat heel moeizaam. Ja, omdat dit alles zich zal vertalen in meer werkgelegenheid, meer productie en dat zorgt er op een duurzame manier voor in hogere salarissen. We zitten bijna in een kip-ei verhaal waarbij mensen gecompenseerd willen worden voor die armoede. Maar het kan even niet, het gaat niet zo vlot in de economie. Ja. Dus nu is die overheid aan zet en het begint met goed bestuur, goede communicatie, vertrouwen terugbrengen. Ja. Daar waar de ruis ontstaat, ruis wegnemen. Want mogelijk zijn we op het juiste pad, maar die regering is er om dat te communiceren. Oké, heel mooi einde. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En dat was de heer Steven Dibbiepersat. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. En op het eind heeft hij toch wel aangegeven wat er gedaan moet worden, zodat we uiteindelijk komen uit deze economische malaise.